De opkomst bij de tweede protestactie van activist Cibrano Piquet op het Kerkplein was ook vandaag teleurstellend. De vorige week vrijdag heeft Piquet zijn eerste protestactie gevoerd tegen de besluiten van de nieuwe regering. In aanloop naar vandaag heeft de activist op social media mensen opgeroepen om vanaf 9:30 op het Kerkplein te verzamelen. Slechts een handjevol mensen gaf gehoor aan deze oproep. De protestacties van Piquet hebben als doel het terugdraaien van de brandstofprijs en de valutakoers. In zijn oproep van vandaag heeft Piquet aangegeven dat indien het voormelde niet mogelijk is, de regering van Tokkie Brunswijk naar huis mag. In een interview met onze nieuwsdienst, enkele minuten na 9:30, zei Piquet het volgende. Vandaag praten we weer de benzineprijzen, stijging van de benzineprijzen. De koers, de valutakoers is nog steeds hetzelfde gebleven. Dus bijna alle dingen die de mensen die in de oppositie, toen ze zaten, hadden ze bepaalde handelingen van de regering Boutersen afgekeurd. Bijvoorbeeld die IMF-leningen, die opkrikken van het leningplafond. Benzineprijs hadden ze ook voorgesteld om het laag te houden. De valutakoers zou Chan binnen 12 dagen regelen. Weet je, dus al dat soort dingen. En precies dezelfde dingen gebeuren nu weer. Toch? Mijn boodschap eigenlijk, of mijn signaal is dat wij Surinamers, we zijn niet meer gediend om dit te pikken van geen een of enkele andere regering die nu mag komen zitten. Wij willen duidelijk laten zien dat we ook een stem hebben na de verkiezingen. Activist Cibrano Piquet. Onze nieuwsdienst sprak hem vandaag op het Kerkplein bij zijn tweede protestactie tegen de verhoging van de brandstofprijs en de wisselkoers. Piquet geeft aan dat hij tot het bittere eind doorgaat met zijn strijd.